Zo, beste mensen, aangekomen te Sint-Niklaas. Zo'n pracht van weer hier in Sint-Niklaas. Ik zie de bussen wel niet voor Antwerpen. Misschien zijn die dus niet aanwezig, maar dus alle andere bussen zijn er. Misschien ze wel natuurlijk, dus het is niet duidelijk. Hier voor ons de lijnwinkel en natuurlijk ook wel het station van Sint-Niklaas hier. Dus hier ingang Winkelstraat Sint-Niklaas, verplicht mondmasker te dragen. Dat is wel een goede zaak. Een voorbeeld ook voor Nederland. Zo, beste mensen, ik ben aangekomen aan de grote markt van Sint-Niklaas. Momenteel ongeveer 1:10. Het is redelijk rustig, laat ons zeggen, hier en ook in de winkelstraten. Kan je toch wel redelijk zeggen dat er niet te veel volk is. Hè? Je ziet ook wel de mensen met een mondkap aan, die aan het fietsen zijn. Ja, het is echt wel rustig in Sint-Niklaas. Hier nogmaals het toerismebureau ook. Je ziet wel het doorstromend verkeer. Ik zeg natuurlijk wel de lijnbussen en wat verkeer hier in het centrum. Maar het is toch wel niet zo druk zoals we anders zouden kennen hier in de zomer. Je hebt wel ook mensen zonder mondmasker hier. Ja, het is niet bepaald verplicht in Sint-Niklaas om met de fiets een mondmasker te dragen, maar toch wel in het algemeen wordt het wel toegepast. Hier bijvoorbeeld zie je ook de mensen met de mondmasker. Ik heb hier momenteel de bus 21 voor Sint-Gilles-Waas. Natuurlijk in het openbaar vervoer, zoals bij ons in Nederland, verplicht mondkapje. Maar je ziet dus wel, in Nederland is men toch wel wat te flexibel. Ik zeg enkel op het openbaar vervoer het mondkapje. Het moet toch wel wat gelijk lopen dat men het toch ook aandoet in de drukke winkelstraten, de supermarkt, de gewone winkels. Je ziet dus hier in Sint-Niklaas is het ook aangeduid, als je dus buiten de zone komt, mondmasker verplicht einde zone. Dus het is allemaal ook goed aangeduid. Zo, beste mensen, we hebben onze aankopen gedaan voor het offerfeest. Dus hier hebben we de vleeswaren gevonden, ook de nodige kruiden en zo verder. Zo, beste mensen, ik ben hier ondertussen terug aan het station van Sint-Niklaas. Dus even buiten de mondmaskerzone hier. Het is al wel goed aangeduid, vooral in de winkelstraat, mondmasker aan, dan even buiten de zone kan je terug en uitdoen. Maar in principe, ik vind het ook wel handig dat je hem gewoon aanhoudt. Op zichzelf, het is een kleine moeite en het is toch wel een preventie. Dus hier terug de lijnbussen, ik zeg altijd tientallen bussen.
En dus ook de mogelijkheid zo dadelijk om terug naar Nederland, naar Hulst te gaan. U ziet, hier is een vlotte verbinding. Ik zeg, je kan overal naartoe. En natuurlijk ook aansluiten het station. Hey, gemakkelijk naar Antwerpen. Momenteel wel niet, door de crisis. Maar bon, de trein is een 20-tal minuten. En dan ook richting van Gent. En dan naar Brussel. Kan ook eventueel via de lijn Gent-Brussel dan.